Lopende en skits top pick genot. Dus nooit vernoot. Speelt samen, we zien uit naar de volgende 50 minuten samen met die. Hier zit Jan Lemmers. Alle wereld vandaan, doen ons weer een dank. Speelt samen, geniet het. Frikkie, hoe gaat het, mijn vriend? Ach, wat, moet keer of het dan beter. Je moet keer of het gaat beter, hoe gaat, ja, van waar kom je? Jong, ik is af van die beschouwing waar die mensen een goede rugby speel. Hier was het? Hier was de stad. Bloemfontein. Oeh, ik toch hier zie van die noorden af. Nee, oeh. Ja? Ja, ik is teaching professional in golf en dan is ik zo'n beetje in toerisme in. Is jij een teaching professional in golf? Ja, en dan is ik zo'n beetje in toerisme, ja. Wat is het voor geen speel jij? Ik zo'n scratch. Is het? Ik speel nou twee. Tweemaal een jaar. Oké. Ja, dat is kater. En dan zie je toerisme. Wat doen je in toerisme? Ja, de basis van toeren voor de Europese golftoeren en dan safaris in Afrika op. En dan gaan ze ook daar beginnen met toeren voor Zuid-Afrikaanse golftoeren, zo na week wegbreek. Dat is interessant, zo, man. Jij, ja, moet toch mee samenvatten op een golftoer enig, dat ik voor jullie wijs hoe een man kan 5 ballen wegslaan op 1 geitje. Dat is mooi, dank. Wie wil je groet, Frikkie? Ach, ik wil net mijn ma, mijn broer, mijn zuster, schoonzuster, een klein Esie Ramka toe. Mijn hele familie, Tannie Katrina en O'Neill Jagger. Hallo. En is dan de familie van Miek? Nee. En dan die Silver Roos in Bloemfontein, Bianca. Of net voor hallo sê en dan allemaal wat bij mij. Is dat jouw meisie daar? Nee, dan die, nog niet. Die Silver Roos? Ja, nee. Nee. Maar je sê dit met zoveel gevoel dat ik toch niet meer. Hier is het ding wat ons van moet weet dalk. Oh, nee, nee. Ja, ga net allemaal wat bij mijn africhting ontvang. Ja, dat is een groet. Daar sê Frikkie, daar sê altijd in de rand om mee te beginnen, man. Geniet het samen met ons vandaan. Goed, sterkte voor jou. Hoe wees? Hello. How are you, my darling? Fine, thanks, and you? Always well, as you can see. Fit, fat, and healthy. Where do you come from? I'm from Port Elizabeth. Yes, and what do you do in Port Elizabeth? I work in human resources, specially specializing in industrial relations. Nou, hoe het gebeur dat jy wat Engels praat, op nood vir nood beland? Want allemaal in die baie praat die taal. Allemaal praat en jij ook? Ik ook. Wie wil je groet, Poewesh? My sister and my brother-in-law in the audience. And then my family, my friends and my colleagues back home in PE. Ik ga nou niet jouw ouderdom weggeven, maar ik zit een vergaap in mezelf. Want ik weet hoe oud je is. En je lijkt zoals iemand wat 15, 16 jaar oud kan wezen. Mag ik maar zeggen hoe oud je is? Mag ik maar zeggen? No, you say, then I didn't do it. I'm 31. Ze is 31, ze lijkt alsof zij 14 of 15 kan wezen. Voor wees, 1000 rand for you. Welcome, my darling, and enjoy it. See, enjoy it. Well, Werner. Ik ga niet voor jou zeggen, maar ik zeg voor haar, als ze vasthaken op een cryptische leidraad en ze verstaan het niet, dan vertaal ik dadelijk voor jou, jij zegt maar niet. Voor jou vertaal ik van Afrikaans naar Duits toe. 100%. Right. No problem. Hoe gaat het met jou? Het gaat maar goed, dank je. Waar vandaan? Ons is van Potchefstroom af, nou. Ons is maar zo'n 7 jaar al in Potchefstroom. Van waar vind je Potchefstroom toe gegaan? Van Orkney af. Hoe kom? Jullie bij een ver getrekt, nee. Wat doe je daar, Potch? Ik is een mechanische ingenieur op jullie staan. Werk bij een ingenieursfirma aan Potchefstroom. Wie is die tweede mechanische ingenieur wat ons op nood van nood het in hierdie reeks? Als het nou niet in die eerste programma tussen dametje gaat, wat een mechanische ingenieur is. Het is goed gedaan. Baie goed. Die mechanische ingenieurs doen het, jong. Oh, dan ben ik blij. Ik hoop eens een goede teken van jou. Wie wil je groet? Dan, ik hoor, mijn vrouw is daar zo met die blauwe toppie. Ze is heel prachtig vanavond. Steek je hand op met die blauwe toppie, laat ik kan zien, je is daar. Net langs hulle is mijn ouders en langs hulle is mijn broer. Ja. En ek wil graag... En langs hulle is die bierman en langs hulle... Is haar supporters. En ik wil mijn schoonouders ook groet, hulle sit in Messina op tans. Ah. En mijn grootouders, oma Pretoria, dat is haar oma. Ja? En mijn oma zit thans in Rustenburg. Ja. Het is lekker, ik heb nu ook gezegd, je is bijbevoorrecht als je nog oud hoe je oma's hebt. Zo, geniet je oma's. Daar is voor jou het 1000 rand, Werner. Baie welkom. En ons zien uit en aan samen met jou, hoor. O, Smiley. Geen uitgang. Hoe gaat het met Smiley vandaan? Goed. Waar kom je vandaan, hè? Ik is van Boksburg af. Ja? Ja. En wat doe jij op Boksburg? Deeltijdse marktnavorsing. En ik ga niet verder praten van jullie marktnavorsing. Kom ons in nou maar mystery shopping. Mystery shopping? Ja.
Dis, oh ja, mister, jy ken dit, jy, dis wie jy koop, jy weet nie wat jy koop nie. So iets. Gewoonlik koop jy kat in die sak, jy weet het nie eers. Daar sê, en jy kom het eers so 'n jaar later. Daar sê, nee, jy is nie van die, ek spot met jou man. Wie wil jy groet, my darling? Ek wil groet my man en my twee dogters in die gehoor, my skoonma Aida, en my broer in Namibia, my sister Deline in Durban, my oud collega's Anne-Marie en Shasta, en al die ander mense wat my ken in die rest van die familie. Wees gegroet op van ons, want afdaas die R100.000. LZ, Werner, Boebes en Frikkie, ons die deelnemers van Amrit Saga gaan uitspook om te kijk wie hier gaan wegloop met die groot prijs. Maar iemand wil ook een prijs hier op die stadion van die hand, en daarom gaan ek vir die SMS-competitie lees. Hier kom hy, eerste SMS-competitie van die hand. R1000 werd, die liekie Waterloo. Was het een liekie dier Cloud of dier Abba? Waterloo. A1 is die ding is Cloud, A2 is die ding is Abba. 3772 SMS hierna, slechts A1 of A2 en R1000 gaan iemand nou in die saak steek. Reg, Frikkie! Wat vir daar so een nommer, kry daar een balletje, geef een poewes aan, stuur hem maar so af. Al wat nou gaan gebeur op die stadium, ons speel vir jou nommer. Wat het jy, Frikkie? Nommer 3. Goed, local is lekker werk so, ek geef jou algemene leidraad en daarna kies jy selfs jou leidraad en jy betaal my R300 vir elke wat jy kies. Reg, kom uit. Hy lyk so, die algemene leidraad vanavond vir Frikkie, hy waai in die Karoo. R1200 begin ek jou op en Frikkie, nou kies jy self. Nommer 1, en ek geef vir jou daar so die gezicht van die vrou wat omgesing het. Die gezicht van die vrou wat omgesing het, weet jy wie sy is? Nee. Ek herken haar nie. Goed, volgende liedjie. Nommer 4. Ek kan ook mos voel weet jy. Dis een reel uit die liedjie uit. Ek kan ook mos voel weet jy. Goed. Nog ene? Nommer 3. Daar is die twee letters. Rolbos is dit 6. Natuurlijk kan nie dat klas in geweest daar. Goeie Rolbos. Ek kan ook mos voel weet jy. Hoe wees? Jy is nommer 1. Ons gaan vir jou die eerste ene speel. Dit is die makkelijkste ene, denk ek. Ek denk hulle ken hom in die baie hier ene. Hulle ken hom in die baie. Kom eens kyk. So lyk die algemene leidraad. Probeer in haar goeie boekies kom. Ok, hier kom jou eerste een wat jy kies. Number 2. En dis iets my iets. Iets my iets. Ok, kom eens kyk naar die volgende een. Wat jy kies hier nou? Number 4. Ken jy die man sy gesig? Dit is die leeuwloopman daai. Goed, nog een keese. Nummer 3. Ek het regtig nie bedoel om haar te vry nie. Nee, laatste ene keer gaan ek vir jou begin. Ek dink hy gaan een klokkie lewe jou. En ek weet jy ken hom. Ek gaan vir jou op die titel een extra ene keer gees. So jy gaan nog altyd R100 kry. Wat my lief, hy vraag vir haar. Hy sê... 3, 2, raai net iets. Iets my lief. Wat sê? Iets my lief. Ja, maar is dit iets my... As jy gesê het, asjeblief my lief. Wat het vir R100 gegeven, maar het maak nie saak nie. Dit is wat het is, die geloofde dinge. Dit is nog een kort. Dit is net die naam by mekaar, raak my darling. Raai toe, Werner, kom eens kijk. So jy asjeblief my lief geken het. Ook nie. Soos jy gevang had op haar op die weeselse song. Nummer 4, ek gaf jou die 4-1 speel. Hier is een oud Charles Jacobi liedjie, nie ek spot met jou. Goed, ek geef vir jou algemene leidraad. Hy lyk so, hy sê, koop jou kaartjie. Nou kan jy kies. Nummer 3. Hierdie Werner sê, in my leven nog nooit gehoor nie. Kies nog ene. Nummer 2. Daar kom hy, die trein op platform 7. Dit is reel uit die liekie uit. Ok, nummer 4. Nummer 4 gaan ek nou vir jou gee. Daar is die groep wat omgesing het. Ken jy die manne? Die Bats. Dis die Bats, ja. Yes. Dis die Bats. En dis een van die grootste treffers gewees hierdie. Laatste ene gee ek vir jou. Kom hy, nummer 1. Wat is dit daai? Wat is dit daai, Werner? 1 seconde. Nee. En op die laatste ene gee ek vir jou extra leidraad. Daar kom my extra leidraad vir jou. Nou kun jy hem uitwerk. Nou kun je mij werpen. Wat is het? 3. Weltevrede staties. Dus weltevrede staties! Trein op platform 7. Is die trein nou weltevrede? Zeg maar. Tjuka, 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 tjuka. Ken je mee? Ken hem nou. LZ, jij zou hem geken het, nee? Ja. Nummer 2 gaan voor jou nou algemene leidraad. Geen daarna kies jij. Kom eens kijk, jouw algemene leidraad is circusmense. Circusmense, goed. Kom eens kijk. Eerst die ene. Nummer 2. Dan is hier daar vir jou. Hy wees jou die nieuwe wind wat waai. Bring vir jou hartelijk. Jy steek 1000 euro in jou sak. Dit is van die aard. En as hy is aan die aard.
groot associatie in ons val weg met taai prinkies. Daar het jy een meisie wat ballet doen. Jy het een bos rose, klomp rose. Jy het een apie wat daar lee en slaap. Kijk hoe slaap hy en haal hy asem. Daai ou swem ook hier onder water. Scuba duiker. Nee, is die scuba nie. Ja. En dan hierso is iemand bezig om wat te doen. Met kaarte te speel. En dan langs die kaartspeler, hy oefen. Ek moet meer van daai ding doen elke dag, denk ek. En daar is een sambreel. En dan langs die sambreel, een kruis met een bybel en een paar kersen. Daar is een kerk. En dan langs die kerk is een mannetje wat iets vang. Een bofbalspeler, hy vang die bal. Die bal is op pad. Daar is een kalender. En dan net langs die kalender, daar is een geskenkpakkie. Geskenkpakkie. Dit is die 12 skyfies. Julle ken al die studio's werk met 8 van hulle 4 ouwers. Vir u speciaal vir die SMS-competitie. En die kry hem net hierna. Maar al wat nou moet gebeur is, jylle moet luister wat die orkest speel, jy moet kyk na die bord en jy moet besluit, die weesie, hy pas by die prankie. En ek sê, eerst die prankie en dan die weesie, en ek kom hier eerst hier en luister hoe en speel saam. Wat die prankie pas by die een? Allie handen gelijk, Frikkie was eerste geweest, Frikkie die prankie dadelijk. Nummer 7. Hoekom? Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Kijk naar die volgende en hier kom die weesie, kijk mooi en sê my, wat die prankie pas by die ene? Nee, dat is my gereed. Nummer 10. Hoekom sê jy nummer 10? Kijk hoe ik deur jou van het vang. Kijk hoe ik deur jou van het vang. Jy steek 100 rand jou sak. Die volgende ene is nie een moeilike ene. Ek denk iets om gauw kry. So klink hy. Maar sê vir my, wat er van die prentjies op die bord gaan hy by pas? Alle handen gelijk. Bewees was daar maar Frikkie net vooraf. Frikkie, wat ene? Jy soek, Frikkie. Jy is volgende geweest, Bewees. Jy soek, jy is volgende bander. Number 3, dream, dream, dream. Number 3, dream, dream, dream. Gee hem vir jou, hoor dit rand daar so. Kom die volgende ene, jylle gaan hem makkelijk kry. Staan recht en sê vir my, hier so klink hy waterprinkie gaan. Hy bypas. En as al sê, ek wil nie verder luister nie, wat een prinkie. Nummer 9. Hoekom nummer 9? I'll walk with God. I'll walk with God, nie, kan hem in jou sak steek daar ene. Goed, ons kyk na die volgende ene, bekende liekie. Ek weet jylle ken hier ene, en ek weet die ken hom, en hy klink so, en ek wil weet, wat een prinkie pas hy by. Frikkie, wat een prankie? Nummer 5. Hoekom? I am gamblers, you know. The gambler. Ja, man. Kenny Rogers, the gambler. Nummer 5. Dus kijk naar die volgende. Jullie is vol sport. Ik kijk voor jullie zo uit. Goed, hier is die wijze. Wat een prankie zou je zeggen? Goed, LZCC weet en die prankie is. Nummer 2. Kom. Mijn hart is een blommetje. Een blommetuin, vol rose, het is twee kies wat oorblijf. Hierin gaan jylle mee sikkel. Daar is een vangplek in hom. Die eerste reel van die liekie, dis die belangrike deel. Goed, die eerste reel van die liekie, die eerste paar woorde is belangrik. Kijk of jy hem kan kry voor hulle. Dis interessant die ene. Hier kom hy. Wat een blokkie sê jy sê? Number 6. Hoek sê nummer 6 nie, nee, nee. Wat sê jy sê, Werner? Sê nummer 1. Is ook nie nummer 1 nie. Wat sê jy? Nummer 11. Is nie nummer 11 nie. Kan ek hom weggeef vir julle? Want ek dink, dis een slecht val. Weet jy nou wat het is? My klaar gedrukt. Hoe lekker heb jy nie gehoor? Is daar iemand nie gehoor wat dalk weet wat het is? Kom eens kyk, daar is een vrou recht achter daar met so'n blauw. Kan jy laat sien daar so? Staan vir my op, mevrou. Wat is jou naam? Ismay. Ismay, wat sê jy sê sê? Nummer 8. Hoekom nummer 8? Met her on a Sunday. I met her on a Sunday and my heart stood still. The do run, 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 the do run, run. Mooi, Ismay, 100 rand vir jou. Sy ken. Goed, kom eens kyk na die laatste ene. Ek het ons gesê, dat is die eerste deelkie my na luister. Met hem aan de sande, man. Goed, ek kom my. Hier is die wijsie. Wat een prinkie. Hoe wees jy eerste? Bewees die prinkie daar zo? Number 1, Dancing Queen. Dancing Queen, en jy steek jou onder aan jou zaak, bewees, en jy is ook aan die gang. Nou ja, wat de oorblijs die SMS-competitie, die vier wat oorblij. Ons plaats hulle die volgende volgorde, en hy moet nou opspeel. Daar is die mannetjie wat duik, daar is die oukie wat oefen, daar is die kalender, en daar is die geskenkpakkie. Al wat die doen is luister na die wijsie SMS, na 337-22, sê vir my, dis B1, B2, B3 of B4 vir 1000 rand. Ons is nou weer by die werk toe. Sy gaan sy mannetjie wat duik, daar is die oukie wat oefen, daar is die kalender en daar is die geskenkpakkie. Al wat die doen is luister na die wijsie SMS na 337-22, sê vir my, dis B1, B2, B3 of B4 vir 1000 rand.
kinders. Waarmee gaan ze naar Eastonse baby werk toe? Ze gaan my baby wat? Takes the morning train. Takes the morning train. Die is mijn nummer 5. Die geschenkpakkie. Beter is dat kan je niet doen, niet. Al wat nou gebeurt is zo. Je weet maar, ik ga een van die woorden. Daar is het R1000 achter een van die woorden. Maar jij hebt op die stadium 150. Je kunt beslist geen inboet. Je gaat nog altijd die geschenkpakkie krijgen. Je die 150 inboet. En dan kijken of je kan die 1000 krijgen. Ja! Wat die NGI kies. Losing. Kom eens kijken of die R1000 achter losing is. Hij is achter losing. En jij steekt die volle R1000 in die zak. Wie het met die themalied van The Graduate getref? Mrs. Robinson, wie het gezing? Here's to you, Mrs. Robinson. Simon Garfunkel. Simon Garfunkel, Werner Kisteel. Nummer 1. All you have to do daar is else I see, I just. Kies een van die woorden en sê vir my wat die ene wil jy liedjie oor maak. I. Oor I, wat die liedjie gaan maak oor I? Hy hoef nie die titel te wees. Hy hoef nie die titel te wees nie. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Ek geef jou jou volle 250. Mooi enetjie. Van wat er land is die groep Cinema oorspronkelijk? Cinema komt van wat er land? South Africa. South Africa en ik kies die nummer daar. Nummer 6. Zo beetje aan dat praat. Nummer 6, dit is een minst dat je kan besluiten. Wil je nog een blokje koop of niet? Je hebt R300 voor om. Wil je nog een blokje kiezen of niet? Wil je, ja, ze koop ook. Ze moeten R100 en ik vat R100 bij jou en je kiest aan een. Nummer 3. Je leest het mooi van die gehoor. Nee, gehoor. Vraag. Hij is R150. Je kan daarom zo, hoe je het achteruit geboerd moet omdenken. Maar kom eens kijk, wie in die gehoor wil samen spelen? Jij besluit per wees, hoe would you like to play? Sky, right in the front. Does he look as though he knows something? Wat is je naam, sorry? Martin. Martin, dit was bij nummer 3 geweest. Ik ga voor je die volgende vraag hier vragen, Martin. Je moet antwoord geven en zeggen, besluit of je recht of verkeerd is. Wie heeft de Oscar gewend met die themalied voor die rolprint Tarzan? Was het Phil Collins of George Michael? Phil Collins. Phil Collins, is he right or not? Yes. Hij is helemaal recht. 150 voor jou. Elke van jullie steekt iets in die zak. Voltooi. Hey, please release me. Her lips are warm while yours are what? Makkelijke ene. Cold. Cold. Release me. Nummer 2. Geef je recht of verkeerd. Ik geef je die volgende. Waar of onwaar? Jannie Moerman heeft communicatiekunde gestudeerd. Is het waar of onwaar? Hij communicatiekunde. Is het waar? Is je gerein, hè? Ja. En die kort. Zodat je dat in je zak. Eén blokje wat oorblijft. Voltooi. We had joy. We had fun. Alle handen gelijk. We had seasons in the sun. Seasons in the sun. Prikkie nummer 4 is jouw naam. Myself, it's always someone. Daar is die reels wat die woorden. Die woorden natuurlijk kom uit de likkie uit. En ons gaan nou net hierna al die woorden bij elkaar zetten. Dan krijgen jullie die hele lyriek. En dan moet jullie op mij proberen te zeggen wat die likkie dit is. Maar voor jou nou, bij nummer 4 vraag ik die volgende voor jou. Ik ga die woord always gebruiken daar zo. Ik heb de titel wat ik always in ga gebruiken. Wil je die likkie zing wat ik ga maken? Ja. Wil je reel voltooi of wil je vraag beantwoorden? Sang, sang, hè? Wil sang zeggen? I'll always love you. Dit is die ene. Jy het gesê, jy wil hom sing. Ja. R200 kan jy kry as jy hom vir my lief. Okay. And I will always love you. Kom ons plaas uit, woorde nou by mekaar en ons kyk. Hier is hulle. Wie kan my sê, uit wat een liedje kom daai? Although I search myself, it's always someone else I see. I just allowed a fragment of your life to wander free. En dan staan daar verder ook, course, losing everything. Wat is het, Werner? Don't let the sun go down on me. Jy steek R300 in your sack op daai. Don't let the sun go down on me. Ja, ze is weer die zanger met je vriend Pieters. Werner, Frikkie, van jou geef ik mijn nummer 1, Shania Twain. Hoe wees, jij krijgt Nancy Sinatra. Nou zie je maar Nancy Sinatra, wie is dit? Ik ga van jou verder Bette Midler geven. En LZ, jij krijgt Celine Dion. Goed, dus begin met jou, Frikkie, wat zie je Shania Twain gezien? Man, I feel like a woman. En hoe wees, wat zie je Nancy Sinatra gezien? Bringing on back the good times. En wat zal je zeggen, Werner, van Bette Midler? The wind beneath my wings. En Celine Dion? Because you love me. Goed, Frikkie, wat zal je zeggen, Shania Twain? Gezels met mij. Man, I feel like a woman. Ik zeg deze in die koor. Wil je graag beantwoord? Over je geld uit. Je hebt 200, je kan 500 trainen. Je fout maakt, vat ik die 200 bij jou weg. Ja? Ja. Je gaat niet spelen, nee. Ah, ik zou voor jou gevraagd, hoe beschrijf mensen haar muziekstijl? Wat de type muziekstijl is het? En dat is natuurlijk country rock, country rock. Of country pop rock. Maar het maakt niet zaken, je hebt je 200 gekregen, dat wij nog maar blij is. Toen wees, unfortunately, my darling, bring on the back. Dat was niet die ene geweest. Nancy Sinatra had hier ene gezin. Hier ene.
These boots are made for walking. That's just what like they do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Hey, two mooie guitar dingetje. Dang, 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 dang. Ken je hem nou? Ja. Oké. Verder. Wat zeg je van Bette Midler? Of stem Samuel mee op pijl? Ja. Die vraag ik beantwoord door Bette Midler. Je hebt 200. Wil je nog 300 bijvoegen? Nee, je hebt normaal ik zoveel gevraagd. Waar volgens die lyriek is het cold? Ze zei, it must have been cold, ja. Yeah. In my shadow. Goed, jij hou je 200 rand. LZ, en jij zei, Celine Dion, die koos je met ons stem hier samen. Zo nooit met jou strijden. Wil jij vraagje beantwoord? Je hebt 200, maak een paar tijd vat. Je gaat opsteken naar 500. Toen ik vraag voor jou, is zij Australianer, Amerikaner of een Canadees? Canadees. Ze is een Canadees, je hebt 500. En jij stik hem in die zak en je schreef van mij waas ons sms-competitie. En hier is hij. Hij lijkt zo. Ik wil weer. I get by with a little help. Dan moet je van mij zeggen, is het from my friends of from my doctor? I get by with a little help from my friends of from my doctor. Zien of C2. Sms slechts zien of C2. Ik heb verleden week toch in die stadium gekomen met die voorprogramma. Toen ik voor die mensen gewaarschuwd en ik zei, bel nou allemaal wat jonkers, bel hulle en zei die ouwens wat hou van rock'n'roll. En het was die moeite waard geweest, ek is zeker die stem samen met mij, toen Gapie vir ons gespeel het. Maar nou wil ik ook sê, nou moet julle weer allemaal bellen en sê, want hierdie kunstenaars wat ons net hierna, hulle is net so speciaal en ik gaan die gaten uitgeniet met hulle. Net na hierdie voorprogram, dan stel ik hulle aan die voor. Frikkie, Proves, Werner, LZ. Ik geef jullie een paar woorden en jullie trek los en zegt mij, dat is duidelijk. Ik geef je 300 rand, geef je met elkaar zingen met die rechte woorden en alles. En als je je eigen woorden opmaakt, zal ik nog altijd voor je 200 geven. Maar als je net een poging aanweet, kan je nog 100 krijgen. Maar als je hier staat en je doet niks niet, dan kan ik ook niks doen. Nie. Goed, hier gaan ons. Dus een volksliedje hier in. Hulle praat van mijn jas wat waai. En hij praat van mijn haren wat in elkaar gewaai is. Wat is dit? Daar is een wind wat... Trek los, ja, Oké, hierdie. Blomme, die kleur van blomme, violets are blue, is in hierdie ding. Poeves eerste, wat is dit daar? Violets are blue, roses are red. Roses are red, trek los. Roses are red. Ik weet niet of jullie liedjes zo goed kennen, maar je is een goede liplezer. Right, een vissersvrouw, Karik het omgesing. Vet kabeljauw praat zij van. Wat is het? Sarah de Jong. Trek los, terug man. Hey. Sê net, je kan om sommer zo praten. Die eerste twee reels was? Sarah de Jaar. En dan? Die visplek van jou is voor Vet Kabeljou. Dan kreeg je 300 rand. Voels, insecten, flowers, bees. Wat is het, Poeves? Let me tell you about the birds. Trek los, vis, 300. Jij moet eindelijk een professionele zangeres worden. Want jij hebt die hele body language daarvoor. Let me tell you about the birds and the bees and... Ik geef jullie BJ Thomas een Butch Cassidy in the Sundance thema. My eyes will soon be turning red. Waaruit komt dit daai? Is dit raindrops keep falling on my head? Is dit Butch Cassidy in the Sundance Kid? Raindrops keep falling on my head. Kom, ik zeg het voor jou. Ik heb nou gepraat en gezegd, zij is een goede liplezer. Maar ik zou zeggen, ik zal enige liplezer die aan elkaar maken en ze probeert lezen wat jij daar gezegd hebt. Wat heb jij gezegd? Raindrops keep falling on my head. En dan?
Ik kan zelf niet onthou nie. 100 rand vir so 'n poginkie. And that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me. Those raindrops keep falling on my head. Goed, nou. 'N Kaapse klopse liedjie. Die see, 'n skip. Provesh. Daar kom jy aan. Trek los, die meisie. Bijgevoegd. Dat was een goede voorprogram geweest. Werner de Degensen. Doe nooit van jou gekomen. Maar je hebt samen gedraaid. Ik heb moest voor jullie beloven een speciale groep. Nou, wat van die Soweto String Quartet?
Oh, great, great, guys. Thank you so much. Ruben, are you going to do the talking for us? Where did the group start? Oh, would you want to introduce them to us first? Introduce the group. On my right, it's Marco Sini. Mm-hmm. And then on second violin, it's Tammy. He's the youngest in the family. And then it's Sandile. On first fiddle. Now he is a middle brother. I am the eldest. I'm Ruben. You are Ruben, yes. So. Ruben, how did the group start? Where did this group start? We all were born in a family musical background. Yes. We started learning violins at a very, very early age, uh-huh, when we were still young boys. And you had professional training? Yes, we had professional training, and since then we never looked back. Where have you performed in the world? You've been all over the world, haven't you? We have traveled the whole world. What was your best show overseas? Where was the best place? All of them are the best. But you must agree with me, Ruben, the very best was on Noot for Noot, eh? Yes. Yes. Yes, of course. So where's those string quartet? Thank you. All right, thank you. Hello, come on, man. Good. Frikkie, Pouwesh, Werner, LZ, hierdie is een belangrijke ronde nou, want jullie tellings is bitter na aan elkaar. Nou gaan ons kijken wie gaan die kant toe en wie gaan die kant toe. Wie blij en wie glij. Kies daar voor jou, Frikkie, je nommer. Nee, daar op die sakkie. Laat ons kijken wat de volgorde gaan jullie speel. Jij het nommer wat, Frikkie? Zal nummer 3. Nummer 3. Pouwesh, jij het nommer 2. En jij het nommer 4. Jij gaat eerst spelen, LZ. Goed, kies voor jou zo'n nommer. Wat wil jij? Nummer 4. Goed, op nummer 4 moet jij besluiten hoeveel geld je op nummer 4 wil plaatsen. 500. 5 volle 100 randen. Op how great thou art of hoe groot is u. Hoewel. Ik ga je voor 500 rand vragen. Ik val die 500 weg als je fout maakt. Ik ga je vragen, when I in awesome wonder, or when I in fearless wonder, or I in grateful wonder, wat is dit? When I in awesome wonder. Awesome wonder, ik heb 500 rand in de zak gesteerd. Beat nummer 2. Doe Boemisch, dit is jouw beurt. Wat een nummer kies jij? Nummer 5. Oké, okay, hoeveel geld ga je op nummer 5 zetten? 400 rand. Zevende laan. Goed. Die vraag wat ik veel vraag voor 400. Ik wil weten wie die ken bij zich geschreven. Was het Louis van Rensburg, Johan van Rensburg of Rian van Rensburg? Was het Louis van Rensburg, Johan van Rensburg of Rian van Rensburg voor 400 rand per wees? Rian van Rensburg. Oh. Rian kan in zijn leven niet eindig geschreven. Het was Louis van Rensburg. Ongelukkig met de dan 400 bij jou vat. Ai, dat is nou jammer, man. Frikkie, jij is volgende, hè? Ja, ik heb mijn nummer 3. Nummer 3. Het is Frikkie, hè? Ja. Jij is volgende. Goed. Nummer 3, Frikkie. Hoeveel geld plas je pomp? 500. 500 rand. Die titel van die liedje, Blessed Assurance, ik wil weten wat de Afrikaanse titel is. 3, 2, 1. Mijn God. O, Heer, mijn God. Nee. Blije verzekering. Jammer voor die ene. Gooi je 500 weg. Werner, wat een nummer wil je? Geef mij sommer nummer 1. Nummer 1. Geef mij sommer nummer 1. Hoeveel geld zou je sommer op nummer 1 zetten? 500 rand, wie wat zit achter nummer 1? Jij moet nou voor jou 500 om voor mij in Portugees vertaal. Langs wat een rivier blij zijn? Die Vaalrivier, die Oranje Rivier of die Mooie Rivier? Voor jou 500 rand. Die Vaalrivier, die Oranje Rivier of die Mooie Rivier? Mooie Rivier. Die Mooie Rivier geeft voor jou 500 rand. Wie gaan ik met groet? Alla wereld. Hier zijn
sms-competitie, dan kom ons terug hier naartoe. Zo'n laatste sms-competitie. Je redt een beetje in weer verder met die op te jagen. Slechts de 1 of 2. Wat er landbouwproduct is ter sprake in Sari Marais? Zing hulle van koring of zing hulle van milies? Hoe wees? Daar is 50 rand verschil tussen jullie twee. Jij hebt 1900, zij hebt 1950. Maar gaan voor altijd van jullie moeten proberen. Je pak eens zien. Je was baie, baie nice geweest. Maar amper het jong voorbij gesteed, je geld verloren toe. Dank je, Frikkie. Mooi gespeeld, hoor. Sterkte, jullie was wonderlijke deelnemers. Maar Werner, het is jij en LZ. Hulle twee spookzaak uit dit en nou. Kom ons kijken wat gebeurt. Met groot opwinding nou. Absasse contantnoot en ons muzieknoot. Jullie ontrafel die noot voor noot spel. Ik geef jullie 1 noot voor 1000 rand en 10 noten voor 100 rand. De eerste melodienoot van die eerste noot voor noot spel vanavond klink so. En die leidraad is, jij sê dit voor een zweefstokartieste. Jij sê dit voor een zweefstokartieste. 2 noten voor 900 rand. Jij sê dit voor een zweefstokartieste. Kom je 2 noten en hij is nou 900 rand waard. 3 noten voor 800 rand. Zweefstokartiste, je slip van hulle sê, kom je 3 noten en hij is 800 rand waard. Wat is het? Hold on tight. Hold on tight. Mooi. En verder. Het is ongelooflijk om te zien hoe blij je is als zij dat bent. Jij is zo blij van apart. Goed, kost kijken of jullie hierin gaan krijgen. Eerste melodie doet klinkt zo. Die leidraad is C'est la vie. C'est la vie. Nee, c'est la vie. Goed, 2 noten en over 900 rand. C'est la vie, ik kom mee. Ik denk die derde noot dalk. Staan recht op Werner. LZ, die kom mee. C'est la vie. Wat is het? Those were the days? Nee. Yeah. Anders zo. Those were the days. Maar ik moest net nog een noot gevangen dat je gehoord is. Nee, nee. LZ, enige aantal noten. 5 noten. C'est la vie. Wat heeft c'est la vie met Those were the days te doen? Toma, jij zal weer toekomen. Hier kom jouw noten. Kijk of je met een naam van religie is. Drie, twee, één, nee. Life is life. Da, 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 da. Life is life. Goed, kom eens kijken naar die derde. En ik geef jullie die eerste melodie noot. En die eerste melodie noot langs zo. En die leidraad is grootkop. Grootkop, dat is al wat ik voor u aan geef. Hij is 1000 rand waard met die 1 noot. 2 noten voor 900 rand. Grootkop geef ik voor je. Kom je 2 noten, hij is 900 rand waard. Gaan we jullie 3 noten geven voor 800 rand. Groot kopje, kom mee. Hij brandt om mijn knop te drukken. Die 4 noot gaan om weg, je vriend en vriendin. Groot kop is die leidraad, ik kom je 4 noten. Hij is 700 rand waard. Wat is het? Ach man, dit is lekker in die army. Groot kop? Ja. Werner, ek gaan vir jou nou geleentheid. Geef me die Engelse titel van daai ene. Ach man, dis lekker nie. Amie, het die Engelse titel. Wat is die Engelse titel? Wat is die Engelse titel? Man. Nee. Ongelukkig nie. So nou kan jy enige aantal note kies, nee? Kan ek by 4 note bly? Jy kan by 4 note bly, as jy wil. Oh Lord, it's hard to be humble. Oh Lord, it's hard to be humble. Ik kan het op de ene, want Lil Schuster het om vertalen Afrikaans gezang lekker niet aan, maar is Lord is hard bij was het goed. Hier komt die laatste ene. Ik geef jullie eerste melodie noot. Hij klinkt zo. En die leidraad is Hosanna. Die leidraad is Hosanna en die kom mij. 2 noten van 900, wat zie je Werner? Jerusalem. Die steekt 1600 rand. Not bad for a day's work, hè? Huh? Of for evening's work, of for hours work. Zien jij.
Nou, TLZ, nou is het ek en jy in die boerpot. Ik begin voor jou op 30.000 rand. Ik geef je 25 seconden. Ik speel voor jou 4 likkies. Je zegt mijn stop, zodat je likkie herken het. Die klopt ook af. Als je 11 weer herken het, binnen die 25 seconden. Dat bedrag wat oorblijft van die oorspronkelijke 30.000, zal ik veel verdubbel met die laatste. Je die maak ontbreek waar jij slecht kies wat je van die twee je wil hee. Goed, mijn meisje, wat doen ons nou weer? Ons is van Boksburg. Daar zijn en ons doen ze deeltijds maken. En ons mystery shop. Ons mystery shop. Daar ons gaan nog uitwerken waar die mystery shop is op een stadion. Hier kom je eerst in, mijn meisje. Ontspan, geef mij zijn titel. Mooi Griekenland. Mooi Griekenland. En deze is binnen 2 seconden gedaan. Die staan op 27.000. Kom eens kijken naar die volgende ene keer. Schreeuw lekker tijdelijk stop en hij klinkt zo. Stop. Come on. If you don't know me by now. If you don't know me by now. Jij doet goed. Dat is nog 20 seconden ver. Wie is voor jou een weg hier ene keer? Zo klinkt hij. Dapper muis. Dapper muis. 19 seconden voor 22.051. En hier kom die laatste ene. Nummer 4. It's raining again. It's raining again. Jij hebt nu de geleentheid om een boerpot van 33.334 meter weg te staan. Wie jy hoeveel mystery geskenke kan jy moet daai koop? Baie. Ek hou vir jou baie styf duim van. Een van twee. Wat ene kies jy? Twee. As jy nummer 1 gekies het, soos jy gespeel het. She cried just a little for a few dollars more. Lied just a little like she's done it before. Maar ek gaan nou vir jou nummer 2 speel. Dis wat vir jy gevra het. Hy is vir jou vanaand 33.334 rand werd. Boombehalwe jou 6.000. Jy stap hier so met by die 40.000 weg. So klink hy. Kom eens kyk. Zijn naam is? In the summertime. In the summertime. Kom eens op. Kom eens op. Baie geluk, man. Prachtig. Kijk daar zo. 33.334 in de summertime. Zij is een ster. Zij is in de semifinaal. Ik hoop jullie aan het genieten samen met ons volgende week. Dezelfde plek. Dezelfde tijd. Op nood voor nood. Hé, jij is een ster.